Ben jij benieuwd naar de luchtkwaliteit bij jou in de buurt? Je kunt metingen en berekeningen van het RIVM zien op twee websites. Een officiële en een experimentele met meer details. Samen met een paar van onze partners, zoals de DCMR, GGD Amsterdam en een paar provincies, rapporteren we de luchtkwaliteit, zowel de metingen als de berekeningen, op een website, luchtmeenet.nl. Je ziet daar alle concentraties, de belangrijkste althans, stikstofdioxide, fijnstof en ozon. En daarvan afgeleid ook een luchtkwaliteitindex. Dat is een manier om te zorgen dat de concentraties worden vertaald naar gezondheidseffecten, zodat bepaalde concentraties van de ene stof vergelijkbaar zijn met de andere stof. En de indeling van die luchtkwaliteitindex is een beetje anders dan rapportcijfers. Want bijvoorbeeld 1 is juist een hele goede luchtkwaliteit, heel weinig gezondheidseffecten. Terwijl 11 is dan de slechtst mogelijke luchtkwaliteit. Omdat de luchtkwaliteitindex eigenlijk altijd in de orde van matig is, de luchtkwaliteitindex is bijna altijd matig, of het nou een goede of een slechte dag is, zie je betrekkelijk weinig variatie van de luchtkwaliteitindex over Nederland. Daarom kun je, als je gevoelig bent voor bepaalde stoffen, beter naar die stof zelf kijken. Op de website zie je zowel de metingen van het afgelopen uur, je ziet ook een kaart voor heel Nederland berekend voor het afgelopen uur. Daar zitten onder andere die metingen in, dus dat is een combinatie van meten en rekenen. En je ziet ook een aantal berekende verwachtingen voor de komende 48 uur. Ook weer berekeningen waar we dan de meteorologie in stoppen die verwacht wordt, alle emissies die verwacht worden, verkeersdrukte, achtergronden. Dat alles leidt dan tot een verwachting voor de komende 48 uur voor de luchtkwaliteit. De berekeningen zorgen er dus voor dat je ook de luchtkwaliteit kunt bepalen op plekken waar geen metingen zijn. En kan je verwachtingen maken voor morgen en overmorgen. Om dit voor elke plek zo goed mogelijk te doen, zit er in de berekeningen, naast de metingen, ook informatie over die plek. Zoals de bronnen van vervuiling in de buurt. Wegen, industrie en landbouw. Maar ook informatie over het weer en over processen in de lucht. Door de extra informatie kan de berekening voor jouw plek wel anders zijn dan de meting in de buurt. Behalve de website bestaat ook de app Mijn Luchtkwaliteit, waar je dezelfde gegevens kan vinden. Om de luchtkwaliteitgegevens nog toegankelijker te maken en om flexibel in te kunnen gaan op wensen van mensen die de gegevens zelf op hun eigen manier willen gebruiken, heeft het RIVM nu ook een nieuwe experimentele website. En daar zie je dan meer detail van de berekeningen en je kunt ook zelf kiezen hoe je de kleuren wilt hebben, zodat je beter kunt zien hoe die stoffen voor jou verlopen. Verder is nog nieuw aan de nieuwe website dat mensen nu ook de data kunnen downloaden. Op luchtmeetnet kun je de plaatjes zien en je kunt een schermdump maken, maar je kunt de plaatjes niet zelf downloaden. Dus dat hebben we nu gemaakt, dat je vanaf die nieuwe website kun je meteen de plaatjes die je ziet ook helemaal integraal downloaden. Verder hebben we ook gezorgd dat voor een aantal projecten de data gebruikt kan worden door andere partijen. Dus derden die die data in hun campagne willen gebruiken, kunnen die data ook direct van ons krijgen en daar hun eigen boodschap aan koppelen. De nieuwe website is nog in een ontwikkelingsfase. Wil je zelf de nieuwe experimentele kaarten bekijken? Ga dan naar de samenmeten.rivm.nl/uurkaart. Meer informatie over luchtkwaliteit kan je vinden op www.luchtmeetnet.nl.